Dat je eens even moet zeggen dat hij. Nee, ik hou niet van gesketchte sketches. Fan zijn? Echt fan van de Legendary Orchestra of Love? Dan neem je gewoon het aan. Zo. Ja, zo even. Ja, plug hem even in, ik hem even. Even inpluggen. Ja. Ja. Wat is het? Dit is een. Dat is nou een gitaar, Mike. Kijk. Huh? Een gitaar die Adrian hier. Is Adrian. Die heeft hij gefabriceerd van. Waarvan? Van een Fender halsje. Een Esquire hals. Yeah. All parts body, dubbel gebonden. Dubbel gebonden. En een Cavalier. Hydra heet dat. Hydra, Lion, Hydra, iets, ja. Pick-up. Dingen. En met drie versnellingen. Wacht even, de versnellingen filmen. Drie versnellingen. Oh ja. En snaren erop. Dus dit, hoe noem je dit? Dit is een gitaar. Gitaar? Ja. Oké. Okay. Nou, maar en wat kan zo'n gitaar dan? Ja, dat hoor je straks van, hè. Radio. Radio? Oh, fuck. En vorige week was er de Jamavon. Daar zijn we dan, hè? Eldorado Amplifier Porn, dames en heren, voor alle gitaristen onder ons. We hebben hier oude London City buizentop. Leuk voor als je als Urban Distortion wil klinken. Tape Echo, hartstikke mooi als die doet. Marshall JCM 900 1x12 combo. Marshall Plexi, Fox AC30 Top Boost. Blackface, Fender Basement Top. Lekker voor de basgitaar. En heb je dat allemaal gebruikt voor op de plaat? Nee. Nee, we nemen alles direct op, hè. Cap Sims, geen overspraak. Ideaal, man. Mock. Yeah. Ing. Yeah. Bird. Yeah. 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 Goedenavond, dames en heren. Wij zijn Crow Jane. Mijn naam is Corvin Kerhorst. Soms vind je dingen ergens in de krochten van een studio. Kan je het niet achterwege laten om hem één keer op je plaat te zetten. Mockingbird, everybody have you heard? She's gonna buy me a mockingbird.